Goedemiddag iedereen. Waarom dat ik dat doe, ik weet het eigenlijk niet, maar ja, het is wat het is. Ja, goedemiddag iedereen. Welkom terug voor een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Ja, dus eigenlijk is het een vervolg op de vorige video dat je gezien hebt. Waarom? Eigenlijk ben ik, dus 's morgens ben ik naar de rommelmarkt geweest in Roeselare, Krottegem hier. Je weet dat ik van alles gevonden heb, je hebt dat gezien op mijn vorige video. Maar 's middags is de mama van Maurice hier geweest. En we zijn nog een keer naar de rommelmarkt geweest. Maar ik had 's morgens de volledige rommelmarkt niet gedaan. En ja, we hebben nu gewoon het deel gedaan ja, dat ik nog niet gezien had. En dat was nog heel veel. Dus heb ik eigenlijk nog een paar titels gekocht. In totaal zijn er 6 titels in totaal. Ja, we gaan een keer tonen wat we gekocht hebben. Er zijn er 1, 2, 3. Er zijn er 3 of zo dat ik niet ken. Dus we gaan beginnen bij het begin. Let's go, yo. Ga eens nog een keer drinken van mijn cola. Coca-Cola Zero zonder cafeïne, want cafeïne mag ik niet meer drinken voor mijn hart. Dus voor de mensen die het niet weten, op dit kanaal, ik heb een enorm slecht hart. Mijn hart werkt maar aan 67% meer. Ik ben een chronisch hartpatiënt, dat wil zeggen dat ik nooit meer ga genezen. Ga ik lang leven? I don't know. We gaan het wel zien. We maken er gewoon het beste van. Goed. Geen depressiviteit. Is dat eigenlijk een woord? Ik weet het niet. Maar we gaan er aan beginnen. Goed. De eerste film dat ik gevonden heb. Een oorlogsfilm. Ik denk dat dat wel in het wit-zwart is. Ik ben dat niet zeker. Maar we gaan het wel zien. Laat het mij een keer weten in de comments alleszins, of dat wit-zwart is. Dat is The Longest Day. Dat is een oorlogsfilm over D-Day. Duurt 178 minuten en is van het jaar... pardon? Dat ik het niet weet. Maakt niet uit. The Longest Day. Kijk er wel een keer naar uit voor hem te zien. 178 minuten is wel tamelijk lang. Maar we gaan dat toch een keer proberen. Voilà. Dan de volgende film is een die Koen mij gezegd heeft. Koen is mijn beste maat. En Koen heeft gezegd tegen mij dat dat een supergoeie film is. Ik heb hem nog niet gezien. Is winnaar van 4 Oscars. Beste film. Dat is met Tommy Lee Jones. Javier. Kijk veel hoe dat uitspreekt. Xavier Bardem en Josh Brolin. Dat is No Country for Old Men. Naar schijnt is dat een heel goede film. Ik heb hem nog niet gezien, maar ja, we gaan het een keer bekijken. Hè. Een film van 117 minuten, een thriller. Oké, thrillers, dat zie ik wel graag. Dan de volgende film staat hierop. Totale speelduur van 5 uur. De winnaar van 3 Oscars. Een film van 5 uur. De Special Double Disc Edition van Pan's Labyrinth. Nog nooit gezien. Ik weet niet wat het is, maar een film van 282 minuten. Miljard. Dat is lang. Maar we gaan dat toch een keer proberen. Amai, amai, amai. En je wilt er helemaal gezien? Ik al sinds nog niet. Laat het een keer weten in de comments of dat een goede film is. Pan's Labyrinth. Dan de volgende film vind ik echt een topfilm. Ik persoonlijk vind dat echt een supergoeie film. Ik heb hem al kun hoeveel keren gezien. Maar ik had hem nog niet in de collectie. Ik weet niet of dat hij bestaat, Blu-ray of niet. Dat weet ik niet. Maar ik vond hem, die heb ik gevonden. Ik denk dat het 50 cent was. En ik zei direct, oh, die moet ik zeker nog een keer aan. Dat is The Negotiator met Samuel L. Jackson en Kevin Spacey. Ik vond dat vroeger echt een mega, mega, mega goede film. Dat is een actiefilm over een gijzeling of zoiets. Ja, super goede film. Onder 34 minuten. Echt waar, topper. Als je dan een topper vindt, laat het mij een keer weten. Heb je hem al gezien of niet? Laat het dan maar weten, de mensen.
Goed, de volgende film is eigenlijk een complete blind buy. Ik was op de rommelmarkt aan het kijken. En soms is er gewoon zo, als ik een cover zie, dus het is een Dean Chained. Is dat een bekende of niet? Geen idee. Maar ik was de achterkant aan het lezen en ik zei, Leslie, kom een keer, lees dan een keer, volgens mij ga je dat ook interesseren. En ze was aan het lezen en het gaat over een seriemoordenaar en bla bla bla. Ja, en ik dacht van, dat ziet er wel iets voor ons uit. En zij zei ook, ja, dat is iets dat ik wel misschien graag ga zien. En dat was, ik denk, ook 50 cent, dus ja, voilà. En dan de volgende film, weet ik niks meer van, maar ik heb het wel vroeger nog een keer gezien. Volgens mij was dat zelfs in een tijd nog van Filmnet, maar ik ben het niet zeker. Of Canal Plus, het was misschien dat. Ja, Canal Plus, Filmnet zal te oud zijn. En dat is The Replacement Killers met, noemt jij nu weer? Chow Yun-fat en Mira Sorvin, of zoiets. Een film van 83 minuten. Ah, 83 minuten, dat is zo'n ideale 90s actiefilm die... Weet dat, een uur en een half duurt. En dat sowieso een actiefilm moet zijn. Tegenwoordig, het is allemaal... Onder de 2 uur bestaan er geen films meer. Het is 2 uur, 2 uur en een half, 3 uur, 3 uur en een half. Hallo. Weet wat, waarom moet het allemaal zo lang zijn? Ik heb liever een kortere film, waar dat er gewoon wat tempo... Pardon, goed wat tempo in zit. Dan al dat... Zo een actiefilm, maar dat er ook zo heel blij, 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 blij. Maar er bestaan ook bijvoorbeeld actiefilms die 3 uur duren en dat ook 3 uur actie is. Maar toen heb ik het ook wel gehad, weet je wel. Voor mij een uur en een half, 2 uur max is goed. Maar ja, kijk, dat is juist een film, zeg ik van, ik ga naar een film kijken van 5 uur. Maar het is niet dat ik er iets op tegen heb van, voor naar een film, een lange film te kijken, maar maak het dan tenminste boeiend. Goed, voilà. Dus The Replacement Killers. Dus voilà, dat was mijn 6 titels dat ik gevonden heb. Die gaan weer al op het stapeltje voor te bekijken. Ja, het is zot, hè, mensen. Ja. Ik begin echt weer veel, veel dvd's te hebben. Ik zit nu, denk ik, over de 1000 of zo. Ja, voor sommige mensen hebben de 10.000. Maar voor mij moest ook natuurlijk kunnen staan. Maar later, deze kamer wordt de movie room. Ik heb hier, dat is een hele, hele grote kamer. Hier komt mijn tv en mijn zetelke. Er gaan hier waarschijnlijk inbouw... Allee, een soort op maat gemaakte kasten komen voor alles erin te steken. Dus ik kijk er enorm naar uit. Maar het is voor nu nog niet, het is voor later. Dus nu doen we het nog allemaal op de oldschool wijze op mijn slaapkamer. Joepie, yay. Ik denk dat Anouk, mijn vriendin, heel blij gaat zijn de dag dat al die films een keer uit onze slaapkamer gaan zijn. En ik eigenlijk ook, want het staat gewoon te vol. Goed, oké. Dat was de video, mensen. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Je kunt mij ook vinden op Instagram, Blu-rayDaddy82. Als er mensen zijn die mij een keer iets willen opsturen of zo, laat het mij weten in de DM's op Instagram. Dan geef ik u een adres en dan kun je een keer iets opsturen of zo als je wilt. Dat is natuurlijk niet nodig. Niemand moet iets doen. Niemand is gewoon volledig vrijblijvend. Ik doe dat ook naar andere mensen, naar YouTubers heb ik dat nog gedaan. Naar die mensen van de podcast heb ik dat ook al gedaan. Ik vind dat gewoon plezant voor een keer iets te sturen en zo te doen dat dan online. En als je dat wilt, dat ik dat ook een keer doe. Ja, laat het weten, wil je dat niet. Ook even goed. Maakt allemaal niet uit. Dus nog een keer, allemaal bedankt om te kijken. Like de video. En tot de volgende keer. En ik zou zeggen, allee, salut!